Menen hier vandaan, hoe's dit om terug te gaan? Ik ben nou wel eens benieuwd of wij ooit nog terug zullen keren naar Zeeland. Nou, we gaan nou naar Astrid. Ja? Die kan met engelen praten. Ja. Dus ja, misschien weet die meer. Geloof jij daarin? Iemand die met engelen kan praten? Ja, ik geloof wel dat er iets is, maar wat dat dan precies is... Of dat nou... Ja, ik weet niet. Jij? Ik ben daarin heel nuchter, dus ik moet het nog maar zien. Nou ja. Ja. Oké, laten we eens gaan kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hoi, ik ben Astrid. Tinka. Hoi, hallo. Ik ben Astrid. Hallo. Kom verder, kom ja, erin. Beklemmende wijsheid, 2 minuten van huis. De vette bekruipt me en mijn moeder was thuis. Met een grote antenne en een dikke sigaar. Vanuit haar gitaar. Je was gekomen met een aantal vragen. Ja. Van hetgeen wat ik ga doen is, ik ga zo je handen vastpakken. Dan gaan we de engelen uitnodigen. En op het moment dat ik klaar ben, dan vraag ik, wat kunnen de engelen voor je doen? Wat kunnen ze voor je betekenen? Ja. En zijn er vragen tussendoor, stel ze gewoon. Dat is goed. Ik vraag dat de engelen ons omringen en beschermen en leiden en sturen. Dat ze werken voor ons hoofd zo goed. Willen jullie heil en genezing brengen bij ieder die bij deze sessie betrokken is? Ik vraag de engelen van Katinka Polderman antwoord te geven op al Katinka Polderman vragen. Willen jullie ons ego mee naar buiten nemen, zodat ons hogere zelf met elkaar kan communiceren? Dankjewel voor jullie liefdevolle inzichten, heil en genezing. Katinka, wat kunnen de engelen voor je doen? Nou, ik wil wel weten of ik goed bezig ben. Oké. Prima, dan gaan we kijken. Ik heb hier een aantal kadersets liggen. Je bent een enorme denker. Ja, dat klopt. Ja. Het is heel belangrijk dat de energie via je voeten heel goed naar beneden gaat. Dat je de energie heel goed kan afvoeren naar beneden. Want als je niet goed geaard bent, ga je denken en denken en denken. En ga je soms ook twijfelen naar jezelf. En hetgene wat ik merk van, goh, doe ik het wel goed? Welke weg moet ik opgaan? Zo'n gevoel krijg ik een beetje mee. Ik krijg het wat benauwd. Ik weet niet of jij het wel eens wat benauwd hebt. Misschien rook ik een beetje te veel. Dat kan, want ik krijg het wat benauwd. En het is de bedoeling dat de lucht gewoon goed naar beneden kan. Ik wil daar even een hulpmiddeltje mee pakken. En dat is het zout. Mensen die niet goed geaard zijn, die kunnen baat hebben met zout. Dus wil ik vragen om je handen gewoon zo in het zout. Eentje gewoon. En dan kun je deze, kun je hem vasthouden. Oh ja. Het zout gaat de energie door je benen naar beneden. Okay. Ik weet niet of je zelf verschil voelt. Dan moet ik altijd eventjes bij stilstaan. Maar ja, het voelt vooral gek om met mijn hand in een potje zout te zitten. Dat doe ik niet elke dag. De tuin is een puinhoop. Ik hoor Sinterklaas. Die korst kun je eten. Het is gewoon kaas. Ik heb een lekker. Beklemmende wijsheid, 2 minuten van huis. De verte bekruipt me en mijn moeder wacht thuis. Met een grote antenne en een dikke sigaar zendt zij me signalen vanuit haar gitaar. Ik zie een hele ontwikkeling bij jou. Je bent echt een hele ontwikkeling. En diep van binnen weet jij echt wel wat je wilt. En blijf daarna uitkijken, want het is gewoon goed. Ook de kaart geeft het aan. Alles is goed. Alles gebeurt precies zoals het bedoeld is, met verborgen zegeningen die je weldra zult begrijpen. Dit was de kaart van het verleden, heden, toekomst. Ik zie jou groeien en groeien en groeien in jouw carrière.
En ik zou het gewoon willen uitschreeuwen van yes, zo voelt het voor mij een beetje aan. Nou, ik weet niet of jij dit herkent. Ja, ik ben wel blij met mijn leven. Bescherm je meer af tegen de energieën van andere mensen. En ga gewoon jouw ding doen wat in jouw hart zit. En dan zie ik wel een stukje verandering erin. Durf ook hulp te vragen aan de mensen boven. Geschenken van God. En Sandalfon is heel erg mooi. Sandalfon is de engel van de muziek. Dus de engel van de muziek is bij je. En dat is eigenlijk wel leuk om te laten zien. Die draagt een beker. En die beker, daar zit de overwinning in. Ja, dus ik vind hem eigenlijk wel heel toepasselijk. Open je arm om ze in ontvangst te nemen. Dus je moet nog een stukje in investeren en daarna kun je het gewoon in ontvangst nemen. Je hebt altijd je twee beschermengelen bij je. Eén rechts en één links. En de engel rechts die zorgt ervoor dat jij de stappen op je pad neemt. Dus als je ineens een intuïtief idee krijgt van God, ik moet dit gaan doen. Bericht van de engelen. En die op je linkerschouder die zorgt ervoor dat je emotioneel gesteund wordt. Maar engelen die kunnen niks doen zonder dat je de hulp niet inroept. Dus je moet ze altijd vragen. Want die zitten nu ook hier. Energetisch zijn ze aanwezig. Ja, en het is een energie. Het is niet zo dat je dan poppetjes op mijn schouders ziet met vleugeltjes. Nu wil ik wat zeggen. Zo, En ik heb dan persoonlijke engelen. Die zijn, iedere persoon heeft persoonlijke engelen. En denken mijn engelen dan ook bijvoorbeeld van, ah, fijn, we gaan vandaag weer met Laurens zijn engelen op pad. Dat ze met elkaar een beetje kunnen keten of zo. Of... Nou, engelen hebben geen ego. Net zoals wij mensen, wij hebben ego. Maar engelen zijn alleen maar pure liefde. Dus die zijn er om jou te helpen. En die vraag heb ik nog nooit gehoord. Maar het antwoord is van, engelen hebben wel humor. Kunnen mijn engelen me ook vertellen of ik terug zal keren naar Zeeland? Oké, dan pak ik even een nieuwe kaart en dan gaan we kijken wat ze daarover zeggen. Ik pak de engelentherapiekaart. Keert Katinka terug naar Zeeland. Voorlopig nog niet. Het is beter dat je nog blijft wonen waar je nu bent, in die streek. Omdat je van daaruit je werk beter kunt gaan doen. En op het moment dat jij ouder bent, dan heb ik wel het gevoel dat jij weer terug wilt naar je eigen roots. Maar op dit moment is Zeeland te afgelegen om je werk goed te kunnen doen. Dat is het eerste wat binnenkomt. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Zijn er nog vragen op dit moment? Nee, ik vond het heel erg interessant. In een put. In een put. In een put. Kijk uit naar het uitzicht. Maar het uitzicht is... Hallo. Hallo. Ga zitten. Mijn pot ligt begraven. Wat grijs, heel het panorama is omringd door een kruis. Laurens, wat wil je van de engelen weten? Wat kunnen de engelen voor je doen? Ik wil graag weten of ik ooit nog eens een hele grote reis ga maken en heel lang weg ga blijven. Oh, uit Nederland. Oké. Hetgene wat ik bij jou voel is dat jij heel erg gevoelig bent. En jij bent heel erg bezig ook met het spirituele. Je staat er heel veel voor open. Maar de vraag was of jij een grote reis ging maken. Oké, engelen, wat willen jullie mij zeggen? Ik zie wel een vliegtuig voor me. Ik heb wel het gevoel dat jij ook een avonturier bent. En dat jij graag het avontuur opzoekt. Heb jij last van je schouderbladen vanachter? Ja. Ja, heel erg. Ik merk het hier zo. Van, precies daar. Daar zit er heel veel pijn. Ja. En ik wil ook vragen of ik straks die pijn even mag kijken of ik daar een stukje aan kan doen. Heel graag. Heb je soms een gebrek aan steun met hetgene wat je allemaal wil doen? Ja. Zo voelt dat soms wel, ja. Op die momenten ga je nek wat meer opspelen. Beklemmende wijsheid, 2 minuten van huis. De verte bekruipt me en mijn moeder wacht uit. Ik zie jou wel in het vliegtuig zitten. Maar ik heb wel het idee dat jij wel in een ander land kan werken. Maar meer een beetje zwervend bestaan zoals je nu hebt. Niet echt van dit wordt mijn thuisland. Je gaat altijd terug naar je roots. En mijn roots,
is? Je roots is Zeeland. Oh, maar dat is een heel sterk gevoel bij jou. Ja. Wauw. Zijn er signalen vanuit haar gitaar? Hartstikke leuk dat je er bent. Goedemiddag. Hi. Hoi, Michael. Ja. Hey, laat eens. Ja, mooi uitzicht hier, jong. Ja, prachtig, hè? Ja. Het oudste stukje Terneuzen, wat er nou is. 16e-eeuwse vestingswal. Schitterend uitzicht. Toch? Het is prachtig. Je bent hier niet altijd geweest. Je ben geboren en getogen Terneuzenaar, of niet? Ja, en ik ben gaan studeren in Amsterdam. In Lechte. Amsterdam. En toen ben je weer teruggekomen. Ja, klopt. Als boemerangzeeuw. Noem je dat een boemerangzeeuw? Dat is een boemerangzeeuw, hè? Die gooit ze weg en ze komen weer terug. Die komt gewoon weer terug. Ja, nee, dat klopt. Wat miste je in Amsterdam? Oh, in Amsterdam op zich miste ik niet zoveel. Superleuke stad. Ben je blij dat je terug bent gekomen naar Zeeland? Ja, heel blij. Ja? Ja. Ik vond het in het begin ook heel moeilijk, hoor, want Amsterdam, de dynamiek van de grote stad. Ik ging graag op woensdag naar Paradiso en op donderdagavond had ik samen met Laurens hadden bijna een vaste jamavond. Ik vind, je hebt allemaal verschillende fases in je leven en ik had Amsterdam voor geen goud willen missen. Echt geweldig, leuke tijd. Alleen, op een gegeven moment kom je in een fase, of daar ben ik in terechtgekomen, dat je trouwt kinderen krijgt. Nou, dan zit je volgens mij nergens zo goed als hier. Ja, Laurens, ja, dat is er een van Marius en Wilma. Ja, zo gaat het. Je bent veel bekender, je weet meteen hoe de verhoudingen liggen. Het is ook heel overzichtelijk, want het is allemaal maar klein. En het dialect, want dat vind ik leuke humor, hè. De dialectgrappen, daar ben ik dol op. Oké, zullen we eens buiten gaan kijken? Ja, dat is goed. En wat denk jij nou dat Zeeuwse humor is? Want je zei net al dialectgrappen, maar is er ook een manier waarop Zeeuwen denken of zo? Of een typische Zeeuwse houding waar de Zeeuwse humor vandaan komt? Ik vind wel de mensen hier ontzettend grappig. Ja, wat vind je er grappig aan? Nou, ik vind dat ze over het algemeen op een relativerende manier toch wel in het leven staan. Misschien dat dan een beetje iets streek-eigens is, maar dat durf ik ook niet echt te zeggen. Maar ik heb Balkenende wel eens ontmoet. Ja. En dat vond ik echt een super grappige man. Die man die kan zo het theater in, die kan zo... Heb ik ook gezegd, waarom ruilen we niet? Ja. Dat jij zijn van het jaar een eindejaarsshow doet. Super veel voor humor. Ik denk als die man zichzelf was geweest voor de camera, zoals ik hem toen die avond heb leren kennen, dan was hij nu nog aan de macht geweest. Wat deed hij dan? Hij had bijvoorbeeld een grap uitgehaald met een Belgische minister die op bezoek kwam. En die had in de aanloop daarnaartoe had hij in België al verkondigd van ik moet weer naar Den Haag en ik zal weer een boterham met kaas krijgen. En dat was een heel diner en bij iedereen stond dus echt waarschijnlijk de foie de gras, weet ik veel wat, een van de chique gerecht. En toen bij die Belgische minister dat bord eraf werd gehaald, lachte dus een boterham met kaas. Dan denk ik, ja, geniale humor. Grappig. Nou, vind je het niet erg om in zo'n uithoek te wonen? Want het is voordat je in de rest... Kijk, ik woon super centraal. Ja? Ja, ik woon als de stoplichten mee zitten, 20 minuten rijden van de leukste stad van de Benelux, Gent. Het is toch een beetje een reserve-Belg dan? Ja, nou, zo mag je me gerust noemen. Het Zeeuws-Vlaams volkslied zegt uit schor en slik schiepen zich de Zeeuwen hun land. Maar dat is helemaal niet waar. Het zijn de Vlamingen die het hier allemaal grotendeels ingepolderd hebben en het land gesticht hebben. Eigenlijk helemaal geen Zeeuwen. Maar zit er dan in ons ook echt nog een klein stukje Vlaming? Nou, dat kan. Nou ja, dat kan bijna niet anders. Omdat er eigenlijk nauwelijks dus een soort erfelijke relatie met de rest van Nederland is. Het zijn de Vlamingen die hier over het algemeen die... land gesticht hebben en hebben ingepolderd. We hebben hier nu te maken met krimp, terwijl over 15 kilometer bij Zeilzaten, daar is geen krimp. Daar groeit het en Gent, dat wordt maar groter, dat dijt uit. Dus eigenlijk zeg je dat we terug moeten komen naar Zeeland. Als we van onze provincie houden en de krimp tegen willen gaan, dan moeten eigenlijk alle exportzeeuwen, moeten boemerangzeeuwen. Ja, we moeten terugkomen en zo snel mogelijk gaan baren.
Banen? Tegen de krimp. Tegen de krimp. Banen nou, tegen de krimp in. Er staan nog wat te doen dan. Ja, aan de slag. Ja. Kom op.